Afhankelijk van het voertuigtype kunnen dikteverschillen van meer dan 0,015 mm in het frictievlak van een remschijf al tot trillingsverschijnselen leiden. Voor een betere weergave van het meetproces zijn in dit voorbeeld het remzadel en de remzadelhouder gedemonteerd. Ga als volgt te werk om het dikteverschil vast te stellen. Breng, afhankelijk van de grootte van de remschijf, 8 tot 15 markeringen met gelijkmatige tussenafstanden aan op de schoongemaakte remschijf. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een marker. De markeringen geven de meetpunten aan en moeten 10 tot 15 mm onder de schijfrand worden aangebracht. Voer de metingen uit met een precisie micrometer schroef die een meetnauwkeurigheid van 0,001 mm biedt. Noteer de meetresultaten in een lijst. Vergelijk hierna de meetwaarde en stel de tolerantiewaarde en het waardeverschil vast. In dit voorbeeld hebben we een dikteverschil 0,008 mm gemeten. Deze waarde is in orde, aangezien bij nieuwere remschijven een dikteverschil van 0,010 mm toelaatbaar is. Neem in dit geval altijd de instructies van de voertuig- en remsysteemfabrikant voor reparatie en onderhoud van remsystemen in acht.